maar het is wel af te geven. Ja, volgens mij is het naar de jeugd. Dat gaat niet zo. Ja, even wat toch? Officieel geopend. Ik sta hier naast de wethouder Robert. En ja, Robert, we zijn hier bij een mooie stroomhuisje wat gepimpt is of zo. Ja, het is geweldig. Eigenlijk alle elektriciteitshuisjes hier in Zegbroek, die worden op deze manier beschilderd, eigenlijk begravitied. En daarmee vormen ze echt unieke culturele punten in de wijk. Het heeft ook nog een positief effect dat er nu weinig graffiti die je eigenlijk niet wil zien erop komen te staan. Of lelijke posters worden opgehangen. Deze worden echt gerespecteerd, blijven mooi. En daarmee vormen ze ook weer, maken ze iets van de straat weer uniek. U bent natuurlijk van kunst en cultuur. Wat is de planning voor Scheveningen? Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als er staan zoveel elektriciteitshuisjes in de wijken. Het zou zo mooi zijn als we dit over de hele stad kunnen gaan uitrollen. En zeker ook in Scheveningen. Ik denk een heel mooi zeethema natuurlijk. Maar ik denk dat Scheveningen ook meer te bieden heeft. Dus wellicht dat we daar maar eens naar moeten gaan kijken. Kijk, het is natuurlijk al mooi dat deze huisjes worden beschilderd vanuit verschillende ideeën uit de wijk. En dan mogen de bewoners zelf over stemmen welk ontwerp ze het mooiste vinden. Dus dat betekent wel dat iedereen erover mee kan praten. En het zou natuurlijk ook leuk zijn als een beetje de ouderen ook de graffiti-bus ter hand nemen. Als dat getalenteerde artiesten zijn. Gaat er meer geld vrijkomen voor kunst en cultuur? Jazeker, we gaan 1 miljoen per jaar meer uitgeven. Gewoon aan alle projecten die hier in de stad al plaatsvinden. En over 2 jaar beginnen we weer met een nieuw 4-jarig kunstenplan. En ook daar hebben we 1 miljoen per jaar meer voor. Dus er gaat nog meer mooie dingen gebeuren in deze stad. Nou, dat is hartstikke mooi en dat is natuurlijk ook mooi voor de kijkers. Ik wil u bedanken. Graag gedaan.